Welkom bij Huurland. Vandaag stellen we u voor Pakvrees 5 pk mechanische aandrijving. Een zeer goed toestel om te gebruiken bij reeds behandelde grond, zoals een moestuin. Waar het toestel niet zo goed voor geschikt is, is voor het heraanleggen van gazon en aangeduwde aarde die heel hard is. Daarvoor verwijzen we u door naar onze 16 pk bakvrees. Die is daar wel zeer goed voor geschikt. Ik overloop even de bedieningshendels. Ik begin links de gashendel, de veiligheidshendel, hier de aan-uitknop en het sperdifferentieel. Het sperdifferentieel is heel gevoelig, moet je gewoon zijn om mee te werken, dus wij adviseren om het zeker in deze stand te gebruiken, dus zonder het sperdifferentieel. Dan hebben we de versnellingspak. Je hebt verschillende versnellingen, maar de eerste versnelling is de versnelling waarin je het toestel laat werken. Omhoog en naar rechts. Dan schakel je ook het mechanisme in om de bakvrees te laten werken. Dan hebben we hier nog twee hendels die je omhoog en naar beneden kunt instellen. Deze sleepvoet kan je in de hoogte instellen. En hoe hoger hem instelt, hoe dieper je frees inwerkt in je grond. Die andere is een soort anker, waardoor je het toestel wat tegenhoudt, zodat hij goed de tijd heeft om de aarde te bewerken. Ik ga ook nog even tonen hoe je de motor start. Het starten van de motor. Naast de aan-uitknop daar bovenaan heb je hier ook nog een aan-uitknop. Vergewis u ervan dat die ook op 1 staat. En dan bij de carburator hebben we een benzinekraantje. Moet naar rechts, zoals de pijl aangeeft. En bij een koud start de choke naar links. Enkel bij koud start. De motor even op spanning trekken. En als die op spanning is, een korte krachtige ruk. Zodra het toestel draait, de choke weer afleggen. Veiligheid indrukken en we kunnen in werking gaan. Zodra je de veiligheid loslaat, stopt het toestel met rijden.